rechts, insteek half rechts, intrap rechts, en insteek half rechts, intrap rechts, en insteek half rechts. Alarm, alarm, iedereen op zijn post. Ja, meneer Stok. Wat scheelt er? Kapitein, we hadden nagenoeg status quo in de ruimte en een indringer die zich niet wenst te identificeren na de ruimteschip met een snelheid van meer dan 4 miljard lampjaren per seconde. Oei, 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 daar zal ik mij mogen haasten. Maar afijn, kapitein, je mag nog haasten zoveel je wil. Met die home-trainer van je komen we nog geen centimeter verder. Maar stof, kreeg ik mij toch haast om mijn conditie op mijn te krijgen. Ja, als de vijand komt, moet de kapitein toch zijn mannetje kunnen staan. We zijn in contact. Hela, Fanny, zie je dan? Je moet je niet wachten, is al maar kijk eens wie we daar hebben. Onze Tuur. Tuur, mijn gebuur. Vrees niet, jongens. Hij komt uit Erdvelde. Ja, dat kan wel zien. Maar mijn bedoeling is zeker niet vreedzaam, zal ik. Kapiteinsje van de voerde. Waar is die pot confituren die mij 3 jaar geleden beloofd had? En dan, mijn camera hangt met over de muur. Met u. En dat is het probleem. Ach. De kapitein laat weten dat de confituur op is, maar wat zou je denken van een pot choco? Hemel, kapitein! Het supersensorische beschermingsveld rond de sherry werd doorbroken. Wel, wel, wel. Bent u soms een bekende figuur van de televisie? Mag ik een aantekening hebben? Moet je beginselen, kapiteintje? Je moet niet bezig, omdat je een grote raket hebt, dat je daarvoor niet meer naar het gewone warmingsschool moet luisteren. Of je afspraken moet nakomen, zeg. Zeg, ik heb een andere grote raket. Kijk je, Barry, als die boom voor de helft over een muur hem deed, dan heb ik toch wel rechten op de helft van de Ebbingste. Het zou gezeid. Het gezeid. Deur. Als je confiteuren nodig hebt, dan moet je er maar achter komen. Maar, kun je zien hier nu zien? Met boom en muur en al. Is het eten? Is het waar? Vraag het maar aan mijn roef. Mijn godverdomme 575 miljard lachtjaar moet ik vliegen onder te reuren voordat we er gevonden zijn. En nu dat we er gevonden zijn, ga ik me eerlijk zeggen, hè? Waar is die pot met pruimenconfituren? Natuurlijk, jongen, dat is geen pruimenbom, het is een appelbom. Wat zeg je? Een appelhoring? Scheten, dat is een pruimenhoring. Het is een appelhoringondertje. Maar dat is toch wel smerig. Maar kan ik dat toch niet rie? Je bent toch fruitblind, zien jongs? Zien ik echt fruitblind? Kijk dus eigenlijk tussen een ananas en een kokosneuten. Oh, wat een kistel! Hey, kom ze eten, we zijn hier weg. Tja, sorry hé, voor het hele mens. Kom, we zijn wat ze eten. Meneer Stok, muziek alsjeblieft. Waar is mijn bruine confituur? Waar is mijn bruine confituur? Je bom op de muur, ik ben toch je gebuur? Waar is mijn pruimenconfituur? Waar is mijn pruimenconfituur? Hé, waar is die pot appelmoes? Maar Turken toch, het zijn geen appeltjes, het zijn stikkelbeestjes. Stikkelbeestjes. Waar is mijn appelmoes naartoe? Waar is mijn appelmoes naartoe? Glibbel over mijn muur. Ik ben toch je gebuur. Waar is mijn appelmoes naartoe?